Dubbel gefeliciteerd, gisteren jarig, vandaag kampioen. Wat is mooier? Kampioenschap, fantastisch. Gisteren ingehouden om vandaag, om vandaag extra scherp te kunnen zijn om deze binnen te halen. En dat is gelukt. Ja, met dank aan jou. Groot aandeel weer. Ja, schitterend. Ja, het is zo mooi als je in kan vallen en belangrijk kan zijn met een goal. En ook gewoon wat extra's in het team te brengen. Ik denk in de beleving en in het vertrouwen dat het nog gaat lukken. En dat is zo mooi. Ja, hoe is het te verklaren dat als jij gaat warmlopen, ontploft het publiek, worden ze gek. Als je erin komt, worden ze gek. Hoe kan dat? Ja, zeg jij het maar. Ik weet het ook niet. Ik denk omdat... Heb je al je familie meegenomen? Nee, dat niet eens. Nee, ja, ik probeer gewoon altijd alles te geven. En vaak lukt dat nog met iets extra's door middel van een doelpunt. En ik denk dat het publiek dat mooi vindt om te zien. Ik weet het ook niet. Nee, maar het werkt in ieder geval wel. Weer als invallen weer belangrijk. Kneep je hem ook even tijdens de wedstrijd? Niet uit de ogen. Ja, tuurlijk. Ik had heel veel stress op de bank, omdat je dan... Op de bank is het spannender dan in het veld, want je kan er niks aan doen. Je kan er niks aan veranderen. En gelukkig mocht ik dan nu een lang stuk invallen en probeer het verschil te maken. Maar ja, het was gewoon nagelbijt op de bank. En als je dan het veld in mag, dan mag je dat lekker eruit razen en dan mag je lekker je ding doen. En dat was voor mij een stuk fijner dan op de bank zitten. Ja, en dan krijg je die schaal in je handen. En wat gebeurt er dan met je? Ja, dat is zo mooi. Ik heb het nu al denk 4-5 keer gezegd. Het is onbeschrijfelijk. Het gevoel dat je dan voelt, dat is niet in woorden uit te drukken. Dat is niet uit te leggen. Nee. Ja, kan weer door. Van je teamgenoot moet je het hebben. Echt flikkers, jongen. Echt. Ja. Grappenmakers. Maar dit is wel typerend voor ons team, denk ik. Ik denk... Wat? Dat ze dit doen? Ja, dat we hebben zo'n goede band met elkaar allemaal. Dit team is zo'n goed collectief, zo'n hecht collectief. Ondanks dat we altijd met zulke enorme verschillen in het team spelen. We spelen met heel veel verschillende ploegen. Maar de kern is een enorm vaste en vertrouwde groep. Die onwijs veel plezier met elkaar maakt. En daarom ook een stapje extra voor elkaar loopt in het veld. En ik denk dat ook wel typerend is voor dit seizoen. En het verschil heeft gemaakt in winst- of verliespartijen. En nu vanavond, ga je nog los? Of? Ja, ik moet morgen bij de selectie zitten, dus het losgaan dat zit er helaas niet helemaal in. Maar ik wil vooral die jongens niet belemmeren, die moeten een fantastische avond hebben. En dan hoor ik de verhalen daarna wel. Jij gaat op tijd naar bed? Het zal moeten, ja, dubbel gevoel, maar het zal moeten. Kan je niet even de nacht bellen en zeggen van morgen doe ik even niet mee? Nee, tuurlijk niet. Het is de tweede keer dat ik bij de selectie, de eerste keer dat ik bij de arena mag zijn, in de arena bij de selectie zit. Dus het is fantastisch voor mij en het kan wel een heel mooi weekend worden zo, dus ja, mooi.